trainer van FC Utrecht, Bert Jacobs, is gisteren in Utrecht voor de strafcommissie van de KNVB verschenen in verband met zijn uitlatingen tegenover scheidsrechter Boosten na de wedstrijd FC Utrecht-Feyenoord. Jacobs werd veroordeeld tot een boete van 750 gulden, waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar. Hier op deze plek te zitten, nou niet prettig, niet prettig. Het is, ja, je bent er eigenlijk niet zo'n toeschouwer bij als dat je normaal naar de wedstrijd kijkt. Je voelt je gewoon als een man op de bank en je reageert eigenlijk precies hetzelfde. Alleen je mag het hier eigenlijk niet hardop zeggen. Dat is eigenlijk het grote punt. Je zit je ook tevreden? Als het ware wel, ja. Het is geen prettig gevoel, je staat nu achter, dus nu een paar dagen met die straf heeft kunnen leven, erover na heeft kunnen denken, wat vindt u ervan? Nou, daar wil ik niet zoveel commentaar op geven. Ik ben het er niet zo mee eens. Wat zegt u? Nou nee, ik voel me dus, laten we zeggen, tenminste prettig. Die straf die komt over als dat je misschien een misdadiger bent. Hè? Gaat u nog stappen ondernemen? Dat hangt af. Dat is samen in overleg met mijn raadsman. Hoe is het bevallen een wedstrijd te spelen zonder dat de trainer op de bank zit? Ach ja, dat viel wel mee. Geen nadelige gevolgen, dacht ik. Het is gewoon zo gegaan zoals altijd.